Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van vanmiddag kwart over één zien we al veel bewolking boven zuidwest-Nederland. Dat waren nog dunne sluierwolken, maar boven Engeland is de bewolking al dikker en die bewolking komt onze kant op. In het noordwesten is vanavond kleine kans op een buitje, in het zuidwesten gaat er aan het einde van de avond motregen vallen. Tegelijkertijd daalt het kwik tot dicht bij het vriespunt. In de nacht breidt de neerslag zich over het land uit en dan gaat er natte sneeuw vallen en geleidelijk op meer plaatsen ook droge sneeuw. Morgenochtend hebben we dan te maken met een periode met sneeuw of natte sneeuw en vooral in het midden, oosten en zuidoosten kan er een laagje sneeuw vallen en wordt het glad. Temperaturen iets boven het vriespunt, stevige oostenwind, maakt het voor het gevoel koud. Morgenavond trekt de sneeuw weg en dan hebben we zondag droog weer met geregeld zon. Zondag laat in de avond en maandag kan er een winterse bui vallen. Misschien weer met sneeuw in het zuidoosten en dan wordt het 0 tot 5 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.